mensen. Bart, waar ben je? Dit is wat één appje kan veroorzaken. En het heeft een enorm effect gehad. En wat een enorme opkomst. En wat ik al zei, Nederland kan niet om jullie heen. En jullie zijn hier om je te laten horen. En ik ben hier om naar jullie te luisteren. Maar ook om jullie een hart onder de riem te steken. Laat ik beginnen bij waardering. Want die ontbreekt vaak. Te vaak. Er wordt heel vaak over jullie gesproken. Maar ik wil ook in gesprek met jullie. Want jullie, en het werd net al aangehaald, zijn degene die dagelijks ervoor zorgen dat wij voedsel op ons bord hebben. En ik zie ook hoe jullie elke dag keihard werken. In jullie stallen, op jullie akkers, in de kassen, op de kotters. En uit eigen ervaring weet ik hoe hard het is om te werken op een boerderij. Maar ook hoe mooi het is om dat werk te doen. Je bent van het weer afhankelijk. Dat zijn we vandaag ook, maar dat zijn jullie elke dag. Of het nou te droog is of te nat. En jullie weten ook wat het is om met onzekerheid om te gaan. Jullie weten hoe het is om met onzekerheden te leven. Maar ik weet ook dat dit beroep ook hetgeen is wat je heel veel vervulling kan geven. En ik ben het eens met jullie dat er meer waarderingen moet komen voor het werk van de boeren. Waardering van de samenleving, waardering van de overheid, waardering van de politiek. En daar wil ik mij als minister van de boeren, voor de boeren en samen met jullie hard voor maken. Dat gaat er ook over wat voor prijs je voor je producten krijgt. En heel vaak krijgen jullie te maken met te lage prijzen voor kwalitatief hoogwaardige producten. En die positie van die boer, daar maak ik mij hard voor. Maar dat is niet de enige reden waarom jullie hier zo massaal naar Den Haag zijn gekomen. Jullie hebben ook andere zorgen en Bart heeft die zojuist ook verwoord. Jullie zijn bezorgd over jullie toekomst. De Nederlandse landbouw is altijd in ontwikkeling geweest. En jullie als opvolgers doen het weer anders dan de generatie voor jullie. En ook degenen die na jullie komen zullen dat ook weer anders doen. Dat is de geschiedenis van onze landbouw en dat is ook de kracht ervan. En dat zal altijd blijven. En de geschiedenis heeft ook bewezen dat jullie ook kunnen omgaan met veranderende omstandigheden. En jullie zorgen er ook voor dat de landbouw op die manier er wereldwijd goed op staat. En daar ben ik trots op, maar daar mogen jullie vooral trots op zijn. Toch één. Daar mag je echt wel trots op zijn. De Nederlandse landbouw is in verandering. En daarbij staan voor mij een aantal uitgangspunten centraal. We doen het samen. En jullie moeten er een goede boterham mee kunnen verdienen. En we werken ook aan een sterke landbouw die oog heeft voor een gezonde omgeving. En wat mij betreft kunnen we op die manier ook koploper blijven wereldwijd. En ieder gebied heeft een eigen oplossing nodig. En voor zover ik dat kan, wil ik jullie daar vandaag ook enige duidelijkheid over geven. Mijn uitgangspunt is dat boeren die willen blijven boeren en hun bedrijf over willen geven aan hun zonen, aan hun dochters, dat kan blijven. En we gaan jullie helpen om ook klaar te zijn voor die toekomst. En zolang als ik minister van Landbouw ben, betekent dat ook dat er wat mij betreft geen halvering van de veestapel komt. Tot slot. Jullie zijn met heel veel hier naartoe gekomen. En dat is niet ongezien gebleven. En jullie hebben wat laten horen. En wat mij betreft moeten jullie dat ook blijven doen. En ik zie dan ook vandaag ook weer als een vorm van samenwerking daarin verder te gaan. En dan zullen we het niet altijd met elkaar eens worden. Maar dat geeft niet. Het belangrijkste is
We zullen ons niet uit elkaar laten spelen. En ik wil jullie bedanken voor je komst naar Den Haag. En ik wens jullie ook straks een hele goede terugreis toe. En op de concrete vraag van Bart of dat wij bereid zijn om ook te investeren in een campagne. Binnenkort is er Thank a Farmer Day. Bedank de boer. We hebben daar vorig jaar ook al aandacht voor aan besteed. We zullen dat dit jaar weer doen. En dat zullen we ook steeds blijven doen. Want die waardering van die boer, die moet voorop staan. Ik ga zo weer aan het werk. Voor jullie, voor een goede toekomst. Maar ik hoop jullie op andere manieren weer vaker te spreken. Ik dank jullie wel. Okay. Goed, Carola Schouten, dank voor deze woorden.